Rani, ja, je zei mij deze ochtend, ja, eigenlijk moet er niks meer in die halve finale. Maar ik denk dat 11-16 lopen net iets meer is dan niets moeten. Kan je eens verklaren wat er gebeurd is? Oh ja, het was ja, te veel wind, dat weet ik achteraf wel. Maar ja, het voelde wel goed. Mijn start was echt heel goed. En ik voelde wel direct dat ik zo vol was. En ja, en dat, ik heb wel echt een dikke misstap gezet ergens. Maar waarschijnlijk omdat er zoveel wind was, dat ik die snelheid niet, ja, niet gewoon ben. Ja, ik zag de tijd, ik was echt in shock gewoon van hoe snel ik ben gegaan. Allee, ja. Ja, die emoties die vrijkwam, waren dat frustratie of was dat vooral ongeloof? Dat was vooral ongeloof en gewoon blijdschap. En ja, als ik dit kan met wel veel te veel wind, maar dan weet ik gewoon al dat ik sneller kan dan die 33. En allee, dat maakt me gewoon super blij, omdat ik weet gewoon er is nog vooruitgang. Ik kan dit seizoen ook een andere tijd lopen dan die 11:44 die ik al 100 keer heb gelopen. Dus ja, ik ben wel echt super super blij. Na dat explode in die halve finales, waar hoop je dan op in die finale? Ga je met dezelfde insteek als deze ochtend? Of zeg je, nee, ja, nu wil ik toch hopen bevestigen? Nee, ik ga echt zoals deze ochtend gewoon alles geven en we zien wel. Allee, voor hetzelfde gaat het super slecht gaan morgen, hè, dat weet je nooit. Maar ja, ik hoop natuurlijk op het beste. Dus